Hi everyone, this is Flocker Dude, and this is actually my special I'm going to be doing. And what the special actually is, I told myself I wasn't going to tell anyone what I'm going to do, but I guess I better explain what this is all about. So, this is my New Year special, and guess what? It's going to be in Bruges dialect with subtitles. So make sure you look at the bottom of the screen, because from now on everything will be in English, I hope. I might not even be able to hold back, we'll see what goes on. So if you don't like Bruges dialect or other languages aside from your perfect American English, then you can shove off and don't watch this video, I'm not forcing you to. Other than that, Happy New Year. So here we go. 3, 2, this is audio sing by the way, 3, 2, 1. Go! Ja, ik kan mijn nummer selecteren wat van hoeveel dat we zien, maar we zien maar met één, dus gewoon één pakken. Controller pak zit erin. Voilà. Save game laden, ja. Ik heb geen rumble pack, ja, ik heb wel een rumble pack, maar ook geen van die toon. Nu, ik moet zeggen, ik heb nog niet gekeken wat voor stunts dat ik weer al gedaan heb, want ik heb die speciale video gemaakt. Over al die stunts, moet zeggen, ik zie ze eigenlijk al vergeten. Maar vandaag op ik ga alle labs doen bezig. En Patten en Colson all around, je gaat dat zien in die andere let's play dat ik ervan heb ook. Die levels maken eigenlijk niet veel verschil voor de mensen dat spel niet kennen. Ja. Ready? Ja, of dat zijn, het is eigenlijk heel einde geleden dat ik er nog spelen. Van eigenlijk de laatste keer dat ik een let's play doen en ervan. Dus ik heb een jaar niet meer gespeeld. Of ja, eigenlijk wel, want ik heb die video gemaakt met al die stunts. Ik kon dat vergeten. Maar ik kon het niet vergeten, nee, anders zou ik er niet over klappen. Ja, verder voor de rest. Voor de mensen die nog maar juist op mijn kanaal zitten. En dat die let's play nog niet zo gezien hebben. Snowboard Kids is eigenlijk mijn favoriete racing spel ooit. En ik zie hem mee opgegroeid te horen met mijn neef. Tobias. Die waarschijnlijk aan het kijken is. En die nieuwe kindje, proficiat. Het is al een ander, hè. Ja, en wat is eigenlijk de bedoeling van het spel? Gewoon de eerste zin, ja. Dat is racing event. En ik zit nu aan het pezen over wat ik hier een uur gewoon kan klappen best dat ik die let's play doen. Ik heb totaal geen idee. ik weet nog niet hoe hoe dat mijn video's gaan indelen. Maar ik hoor het nog special doen ofzo hierachter. Lekker het waar hard spelen ofzo voor de lute. Voor de lute is mijn ander kanaal op YouTube. Ik weet niet of jij dat wist. Oh shit. En dat is ik voor YouTube hoops heb te maken. Maar vooral van shows van in België populair. Dat je hen er niet gaan kennen. Te zien dat je in Holland zit. In Holland zou je dat wel misschien kennen. Ja, ik denk dat Hollanders ook gewoon moeten mijn ondertiteling lezen. Want toen ik sterk verbazen moesten ze er een klop van verstaan. Ja, nee, ik ken hem. Zettend. Godverdomme, je voelt een vetzak. Godvermeer. Tiny worry, vriend. Tiny worry. Tony, hè, vandaag. Je voelt een vetzak, vriend. Godverdomme, ik kon een keer slaan op je neus. Dank nog verband heb, maar ik kon hem nog een keer in akkoord slaan. Jongens toch, voor kloten zijn dat hier eigenlijk. Dit is de eerste keer dat het wat oppakt in een jaar, dat het op het wat trekt en het wat overkeert. Oh, juist heb dit vindt. Het is aan te gebeuren. Hey, nog een keer, nice. Nee, zie je dat? Mijn maat hem zo direct weer zeggen van, ja, je hebt weer ongelooflijk veel chance. Als we de Horror Movie Battles 2 spelen, dan is het nu al aan het zeggen dat ik zoveel chance in het spel. Zou het nog interessant zijn voor een Jedi Academy Let's Play, nog een keer al die nog een keer al de maps te doen van Movie Battles, want dat zijn eigenlijk vrij schone gemakte maps. Dus wat ik het tof te zien voor Star Wars fans. Ah ja, en ik ben ook van plan voor Jedi Academy en Jedi Outcast opnieuw te let's playen, hernieuw. En het moeilijk. En vanaf nu ga ik dan proberen voor al de spellen van Star Wars het moeilijke te spelen. Op hard dus, hè. Gewoon omdat ik het tof is en
Also, doe ik het wat speciaal op mijn kanaal, dat er nog niemand veel gedaan had. En ik moet zeggen, het jaar begint eigenlijk weer goed, want ik ben totaal slecht en ziek. Ik moet naar de dokter gaan op de 39e. Heb je de jaars? Antibiotica pakken, nee. Lijkt gewend, hij naar een dokter gaat. Het is echt het enige dat zijn. Ze zijn een deal met antibiotica makers of zo. Ah, is er ziek? Heb maar antibiotica. Ze zijn als ze een blauwe doos pakken. En een steentje smit. En met een beetje chance schieten ze nog een pan op zijn dak. Oh, ze is er niet overgestukt. Jammer. Ik zie hier dat we al 5 minuten bezig zijn. Dat is fijn niet te lopen. Blijf dat ik zeggen. Godverdomme. Nee, ik zei niet godverdomme. Maar... nee. Godverdomme, die Playboy girl gaan we nu voor een steen. Komt hier. Nee. Oh, nice, oké. Wat ging het nu zijn? Ik zit nu heel vergeten hoe te doen, hè. Ja, ik weet het weer. Ik weet nog niet juist hoe dat ik mijn spel gaan indelen. Ik kan het nog zien. Hoe dat mijn video's van indelen, kan nog zien. Want met dat ik een high quality renderen, is dat like, vrij moeilijk voor te zien hoe dat kan 2 giga gaan zitten. En ik moet eerlijk zijn, ik zie het ook niet zitten voor 2 giga up te lopen. Zie ik dat niet zitten. En ik zou dat er me nu nog geen voren stekt, hè. Nee. Go! Zo kan ik meen. Want ik weet niet of dat ik meen. Nee, ik kan geen mee. Ja, dat was het eerste level. Ik had zien, mijn held is hetzelfde net een let's play, dus omdat mijn resultaat niet saven. Ik zou dat beter gaan doen. Maar, fuck it. En dat is hier mijn favoriete level. Ik heb die nog veel gespeeld met mijn neef. We gaan een keer 2 pakken, hè. Waarom? Ja, het is een grote en ik heb veel stunten. Maar ik zeg het, ik weet de naam van mijn stunts niet meer. Ready? Met ook veel andere dingen aan mijn kop is dat eigenlijk redelijk moeilijk vooral te... Ik weet nog steeds dat de muziek bij de macht is. Ja. Toe rare voor hier weer achter de jaar te zien met de let's play. Doet dat rare. Maar ja. Godverdomme event. Kun je dat niet kan omleggen met je kiezen hoor? Moet toch. Vlap. Nee. Leef er maar mee leven. Mooi jongens toch. Is het weer hier? Stomme vetzak. Ja, doen we maar. Met dit neus. Met dat neus. Oh, hey, kom even. En dat is hier een neem. Jongens toch. Ja, leuk of dat ik zeg, het is raar voor hier weer te recorden en vooral in het West-Vlaams. Als er akkoord werken en mijn baas vindt dat hier, dan ook zijn we raar in dat. Maar jongens, Tommy vindt, leg het een keer lam. Ja, tuurlijk, ik ga hem zelf mee en zo. Godverdomme, mijn kloot niet. God geklaagd. Ja, voor de rest, ESDF zou nou wel goed kunnen laten daarmee zitten. En Kirby ook. Die gaan dat wel heel te vinden. Maar ja, like of dat ik zeg, voor Hollanders is dat waarschijnlijk vrij moeilijk voor te verstaan. Misschien, ik weet het niet, ja, ik heb nog nooit tegen West-Vlaams tegen Hollanders geklapt. En de Hollanders gaan zeggen, noem dus geen Hollanders, dat is beledigend. Ja, ja. Deal with it. Ik heb je dingen gesproken. Je ziet het liegen. Ja, verder ging ik nog dingen let's playen. Hoe noemt dat spel? Medal of Honor Allied Assault. Maar nee, nog ik op normal spelen, hè. Ik zei het, moest ik spelen op hard, zou het alleen de dingen zien. Het Star Wars spelen. Ik kan mezelf ook niet te moeilijk maken op mijn kanaal. Ik heb nooit gezien dat ik de beste gamer van de wereld ben. Maar voor Star Wars wil ik een keer wat speciaals doen voor de mensen. Dat zou gewoon, ja.
Wat ik ging zeggen, zijn ik van plan voor de meeste Star Wars spellen te spelen. Maar waarschijnlijk ga ik er een paar niet het moeilijkste doen. Want bijvoorbeeld Jedi Outcast is echt massas moeilijk, vind. Dat is echt niet eens even. Dat is een van de moeilijkste spellen dat ik ken. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat het niet zitten voor dat met de limiet van 50 health en 50 shield te doen, hè, want dat wordt echt wel zo in toebak. Ik bedoel, dat is al moeilijk als je Jedi Knight speelt. Toen hij like, 100 HP is het eraan like, een paar schoten en hij dan nog heb Jedi Master speelt, zijn de vijanden nog slimmer. En ze eten ze nog rechter, vooral die snipers op naar Shadow vindt. Ah, jongens toch. Ik kan de nachtmerries aan overhoeden naar 12 worden. Wat ik dat spel nog had voor mijn GameCube. En dat was echt voor slecht van te zien, vind. Like, iedereen weet, een first person shooter op een console vindt, dat gaat gewoon geen kloten. En ik moet zeggen, maar zeker met Jedi Knight 2. Het is eigenlijk Dark Forces 4 of zo. Of Dark Forces 3 en toen nog Dark Forces 3, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, de hele hutsenkluts van namen en hot voor mijn jaar stop met panden op mijn kop te smitten. Kun je dat ik een lamlijn vind? Jongens toch. Ik weet begon niet meer hoe dat moest doen. En hoeveel kan je nog thuis te zijn? Ja, want ik heb spreken over het spel zelf. Hè. Ik heb eigenlijk nooit dingen hier gehad, Snowboard Kids 2. Dus voor de mensen die Let's Plays willen van Snowboard Kids 2. Ik weet het like, nog niet, want ik ken niet van het spel. Ik heb het nog nooit gespeeld. Wat dat raar is, want het is mijn favoriete spel hier. Hè. En ik zou misschien wel een keer in, maar ik zou hem zeker niet direct Let's Playen. Ik zou hem nog aan doen. En echt, ik vind die pan nee, bij mijn kloot nu dan. En het is inderdaad wel veel gemakkelijker voor commentaar te geven in het Nederlands, in één tolen. Is dat veel gemakkelijker. Oh, zeer duur. Mocht Thomas uit het worden, ze hebben hem in het zak gezet. Ja, misschien niet. Zoomen nog een. Godverdomme. Misschien zo'n Tim en ik ook een paar van de co-op Let's Plays dat we doen in het West-Vlaams doen. En toen dat ik er ondertiteling bij zetten. Maar ik kan dan nog een poll voor doen. Dat niet iedereen moest zijn en klaar. Het zal al een hele opdracht worden voor dat hier te vertonen. Oh ja, eigenlijk niet, maar ik bedoel voor het erbij te zetten. Nee. Want ik heb geen programma voor mij te ondertitelen. Oh ja, ik heb wel Sony Vegas, maar dat is niet optimaal daarvoor. Ik ben eigenlijk van alle stunts aan het proberen, maar het gaat niet. En godverdomme, ik ga nog verliezen. Oh nee, toch niet. Kom maar, Raptor. Kijk, hij domme kloot. Kom maar, Raptor. Ja, godver. Ik ga nog winnen. Ja, godvermeer. Hij dan nog weer. Weer chance, hij wint. Ik weer chance. Ja, voor de rest is er niet veel over te klappen, nee. Ik kan dat de eerste keer ook. Nee, 60 dus. Ik kan nog heel level doen. En toch ga ik ermee stoppen. Want uiteindelijk, hé. Je hebt toch al lol gezien. Kijk naar toen heb ik level 1 ook gedaan. Wat had ik heversmaal gemaakt. Hij kan niet kloppen. U spreekt een bastaardtaal. Ja, ja. Volgens mij is Brussel ook mengelingen van Noors en Nederlands. Want als ik tegen mijn maat in Noorwegen klap, nee, Benjamin, die kerel heeft verstom in. Nou, van dit. Ik kan het was Vlaams, het was zijn. Nee, godver. Want dat is nu de eerste keer dat we dat dan niet vindt. Een heel nieuw Let's Play. En stop dat hè! Vulap vindt. Nee, nu zie je niet, duw me. Ja. Die vullen penguins.
de Button zijn een Snowball Kit en dat is eigenlijk de Japanse naam van het spel. Maar ja, de Japanners zeggen deze, of ja, wel gewoon in deze. Ik weet het niet waarom dat ze dat doen. Ze kosten even het Snowball Kit genoemd dan, maar blijkbaar als hij hoest hij zijn ze Snowball Kit. Snowball Kit. Zo, ja. Whatever. Stop met zagen over nutteloze dingen. Ja, ja. Misschien gaan we nu eindelijk een keer op die stomme dingen gaan. Op die grind hier vindt, op die pipe vindt. Want dat ging naar geen kant naar mijn let's play. Ja, hot voor de eerste keer. ja, pezen dat ik het bij dag ga noemen, maar ik heb nog van alles te doen. Op mijn andere let's plays. Achter dat level hier ga ik het al lam leggen. Ja, van die moet je repletten. Ik kan toch wel nog een poll organiseren. Over hoe dat ik dat zou doen voor Jedi Academy. Want ik had eigenlijk gedacht, hé, voor een keer een volledige goede run te doen op moeilijkste graad. En een volledig slechte run. Dat ik dan ja, je weet al, hé, dat ik dan bijvoorbeeld alleen maar Sith Power spatten. En toen de tweede keer alleen maar Jedi Power. Maar ja, we moeten het nog zien, hé, ja. Waarschijnlijk ga ik een poll doen. En een poll door. En ja, zelf al hun, zeggen nee, je moet dat niet doen, dan ga ik het waarschijnlijk nog doen. Ik ken mezelf. Kan toch wel, ik weet niet wat ik dan zou doen met mijn nieuwe let's play. Ik kon toch like, 3 keer de let's play van Jedi Academy. En ik kon dan een page ook voor Knights of the Old Republic te doen en ik ging daar ook test doen. Maar toen dacht ik, ja, je hebt er nog een Gunner playthrough ook dat je kunt doen en ik weet het nog niet. Mijn ogen zijn weer, groter van mijn buk bezig, want ik weet niet of ik dat al gaan kunnen. Hè. Kan eigenlijk, ik heb nog gezegd aan Kirby gisteren, dat kreeg ik, nee, met zijn back de teen, zijn tanden uit. Dat kreeg ik mijn kanaal gemaakt dan voor 3 grote franchises. En dat was eigenlijk vooral voor 1 op de eerste plaats toen Star Wars, omdat ik vond dat er geen één goede let's plays deed van Star Wars, behalve op Something Awful. Dat zijn er nog goede op, maar dat zijn al let's plays van 1970 zijn. Haha, ik bedoel van wanneer? Van 2006 en 2007 en dat is al vrij verouderd. Toen had je nog eens een goede techno, wel eigenlijk wel, maar toen was het nog niet zo dat iedereen Sony Vegas gebruikte en al. En nu ja, nu wel, maar het zijn like irritante kinderen zijn al. Godver, ik kon aan mijn kop aan het scharen. Slash is net een kies hoort. Ja, ja, duidelijk. Wat, zelf is nog een toilet met kop ook. Ja, ho, raak er maar weer in. En die vulle penguins, die vindt. Dat wil je echt kloten. Maar een keer toilet anders. Als er één toilet dat is dat ik haat in dat spel, zijn het bombs. Ik zou een, ik kreeg de shitterie ervan. Of misschien is het wel omdat ik de grip heb en dat ik de shitterie ervan heb, maar ik weet het, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik ben een beetje aan het lullen, hè. Oh, nice. Ik blij dat ik aan mijn spoor ben. Hier is hij, flap. Dat is omdat je me zo gekloot hebt, als juist. En hier ook, door. Met je kiezen roze pakstje. Jongens, toch. Ik weet niet, nieuwe karakters dat de rol nog meedoen en... Godverdomme, vindt. En Snowboard Kids 2. Nancy Vint, die zit net te oeren. Oei, en ik sta nog een ding met ding aan voor te downloaden, zie ik. Kan, ja, ik kan wel wachten totdat dat hier gedaan heeft. Nee, heb je wafel. Godverdomme, zit er niet onder. Nee. Dat vermindert eigenlijk. Oh shit, questend, godverdomme. Ah, kakwif. Kom dieren! Godverdomme! Nee, had dat niet open! En dat hier ook niet. Het stond een stuk over een steen. Ga je stukken? Ja. Ik heb het weer gejinxed. Het was weer een ander die stuk. Het is typisch. Ah, zie je er ook? Kalm, hé.
Hey, smell you later, suckers. Ja, zo'n beste dozen reppen kan bommen en zeker? Nee. Als je die dozen niet hebt, die vent, dan klaar je dat. Want als je een zachtere vent, ik zeg weer duske vent. Ja, ik heb het wel raar, zou ik op mijn Nintendo 64 recorden. Godverdomme, ik doe een ding van het verschot. Upset. Ja, ik heb het wel raar, mijn beeld. Als ik het render, nee, schud mijn beeld massa's. Best dat in het origineel filmpje niet als uit. Zo eigenlijk begot niet weten van wat dat is. Ik weet het niet, ik kon het niet vragen ook aan jullie of dat je het niet weet. Jammer, ik heb mee. De muziek van dat spel is uit massa's zalen. Moet eerlijk zijn, nee, ik heb nog niet. Hoor ik het niet bezig? Ja, het was eigenlijk. Wat hoor ik over bezig? Over mijn Star Wars. Dus ja, ik had eigenlijk mijn kanaal gemaakt voor drie grote franchises. Dat was eigenlijk Star Wars op deze plek. Ik heb dat gezegd waarom, omdat ik geen een goede let's play vond ervan. Of ja, toch niet degelijk. Waardoor heb dat kosten zien wat dat er gebeurde. En dat ging gewoon door de systeem daar zien. En toen Legend of Zelda. Omdat ik vond dat er veel mensen een paar geheimen niet hadden. Of niet 100% speelden. Als ik het naar de let's play kijken, wil ik al de geheimen zien. En het is zo van dat ik ook Jedi kan mee gaan doen, omdat ik al die geheimen wil doen. Ik heb me dat enorm beklaagd dat ik dat niet gedaan heb. Of niet getoogd heb, ofzo. Hetzelfde toen voor Mario en al ook, al de sterren. Maar nu begint dat echt te veranderen. Nu zijn er meer mensen die let's plays gebruiken als medium voor hun zelf te forceren voor een spel 100% te spelen. En hier zit net de Jeannette. Ja, nee, ik ken er mee. Mooi. En mijn dat bluf langer. Godverdomme. Tuurlijk, hé. De wet van Murphy, hé. Ja, smit door de steen. Dat lijkt de laatste ronde. Ja. Ga maar van voor mijn neus, hé. Of zit nog in je hand? Ja, Mario, het lijkt me dat ik zei, dat beginnen we nu te veranderen. Meer mensen die Osmo 100% doen. Ik zeg het, volgens mij gebruiken ze let's plays als medium voor hunzelf te forceren, voor het spel volledig goed te spelen. Dat is wel geestig, want ik doe dat eigenlijk ook. En dat zo, hé, like voor Kotor, hé, ik kan... Godverdomme, oh! Mooi jongens, hoeveel chance was dat? Heb je dat gezien? Voor Knights of the Old Republic ook. Ik ga ook waarschijnlijk... Ik ga wachten tot een nieuwe computer in met computer let's plays, gaan als eet. Behalve Jedi Knight 3 machine, zou ik nog doen. En ja, een paar van die oude spellen. Moet ik zeggen, het is... Ik ga nog zien wat ik al ga doen. En voor Kotor ga ik ook al zo een keer de dingen lezen. Ik krijg zo van die kleine notes ofzo dat je tekelt. Of hoe dat de wapen is samengesteld. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gelezen. En ik zou eigenlijk moeten zeggen, dat is eigenlijk nog een keer interessant voor de tweede keer. Voor zo'n ding te lezen. Echt zo, en wat hij er met zo'n ghost te geven op het einde van het level. Dat doen we een tweede keer achterin. Oh. En we zitten al 25 minuten aan zitten op het einde. En al van achter me. Maar ik kan bommen. En bommen zitten. Ja. Oh, hey. Hij peest dat je geluk in, godverdomme ben je in het, hè. Oh, ik word zenuwachtig, ik weet niet waarom. Ja, blijkbaar zitten maar 24 minuten. Ik zou zeggen, nog een prettig nieuwjaar, want ik kon hier enorm lang aan zitten, voordat hij het ondertitel, want ik heb weer geluld op mijn netten. En voor de rest, ja, tot het begin van dit jaar, hè.